Ja, het is weer tijd voor een nieuw format op Gamersnet. En deze noemen we dan ook graag Challenge Accepted. En ja, we gaan dit proberen elke week te doen. En de bedoeling is dat we elke week een rare challenge in games met de redactie gaan proberen. En degene die verliest is gewoon een sukkel. Of misschien een andere tegenprestatie. Anyway, we trappen af met een pilot. En dat is met niets minder dan motherfucking Crossy Road. We gaan proberen alleen maar rechtdoor te lopen, zoveel mogelijk. En ja, kijken hoe ver je komt. En die persoon die wint dan natuurlijk. We spelen op de shield. We gaan kijken wat er gaat gebeuren. Let's go. Crossy Road Challenge accepted. Yeah. Wat is het record? Oh! Ja, dat ga jij neerzetten. Ja, tuurlijk. Nee, maar ik ben fucking goed. Maar ik hoorde al... Oh, kut! Kut, ik moet heel snel zijn, want die camera gaat mee. Of niet? Ja. Als ik te lang blijf staan... Als je te lang staan, dan krijg je killscreen. Oh, kut. Ik mag gewoon wat meer tempo in. Nee, hou je back. Oh, kut! Nee! Fuck! Poging 2. Maar we moeten... Ja, dag! Kijk al die drukte. Nee! Hoe heb je dat overleefd? Ja, wow, gewoon glitches. Fucking skills hebben. Ook. Oh, oh shit. Bop. Dit is daar weg. Dit doen we gewoon. Hoppa. Oh, er is nog wel een... Oh, trein. Oh, holy shit. Die trein is echt fucking echt turbo. Het probleem is alleen wel dat Akeo hier vet pro in is en dat hij de highscore van 151 heeft neergezet. Je bent alleen vooruit. Oh, damn. Ja, ja. TGV in je face. Ja, je kan kiek hem ballen hebben. Kiek hem gaan. High risk, high reward, toch? Ja, precies. Oh, maat. Living on the edge. Ah, ja, dit ga je niet redden. Kom maar. Alleen maar vooruit. Oh! Ja, dat begin was wel heel makkelijk. Ja, die joh. Die eerste 10 stappen, joh. Jezus. Ja, die eerste 20 stappen, hoor. Giraffe is een freebies, maat. Freebies. Hij heeft helemaal geen water. Hoezo? Nee, jij krijgt nu toch water? Bij dat water. Shit. Oké, okay, hij heeft nu echt meer water dan wij. Ja. Lijkt dit is wel al meteen beter! Oh shit man, ik heb al het record. Oké, en ik heb nog 2 tries. Let's go! Let's do this! Oh my god, wat win ik? Ja, maar die eerste 20 stap had je gratis. Dus. Ja, deze toch ook? Nee, dit is gewoon pro zijn, bedoel ik. Ja. Gimme them logs. Oh, nee, fuck. Het begint al. Het is geworden, fuck it. Laatste try, right? Yeah. Make it a good one. Wacht op de trein. Ho. Maak je feest tegen link van. Nee man, komt goed. Gratis. Tot dusver ook weinig obstakels als je gewoon alleen maar vooruit loopt. Alleen maar vooruit kan dan. Kut, sorry. Hey, mijn eerste try was een goede try. Dus je had gewoon moeten stoppen na 1 keer. 46, boy. Respect. Ik record. Boeien. Ja, maar dit is toch gelijk water. Nice. Oef. Mijn kloof. Wow. Kijk hem gaan. Holy shit. Oh, als je die had ja, maar ik zit nog maar op 24, hè. Ja, je moet nog wel. Free shit, chill. Fuck. Ja. Nee, niet meer record. Oh, ja. Nee, shit. Wat ging al? Nee. Hoppa. Fuck dit. En ik ga nog door, Waar komt die vandaan? Oh, nice. Hello, darkness.
darkness, my old friend. I've come to talk with you again. I like trains. Is je laatste toch? Ja, dit is mijn laatste. En dat hij nou gewoon echt nog voor de team. Daar kun je zo leuk om. I like trains. Ja, die moet je erin klappen. Ik blijf die treinen eng vinden, joh. Ja, die treinen zijn. Dat komt ook zo uit. Vaak. Ah. Ik zat te wachten. Kut. Kut. Laatste score tot nu toe. 15. I got greedy. Nee, Daan had er straks 1. Nee. Pak dat vogel. Ja, maar dat wel. Oh, doe het. Ik ga niet naar de score kijken. Jawel. Don't ever tell me the odds. Je bent al best wel ver. Don't get caught. Oh, ik heb niet de laatste, dus dat scheelt. Bam, bam. Oh, wait. Maar ga nu dood, anders... Ah! Ook achter. Oh, bam, jongen! Nog één keer! Ik wil de eerste plaats. Goed, snel. Ik Nee. Dit is gewoon de eerste plek. Kut! Too fur. No. Oké, iedereen is geweest en waar het eigenlijk op neerkomt is dat we twee winnaars hebben. En dat zijn eigenlijk gewoon Ricardo en Leon die allebei een score van 58 hebben gehaald. Dus nu is het tijd voor Sudden Death Mode. Eén poging, gewoon kijken wie het verste komt en degene die het verste komt, die wint. En we weten niet wat, maar die wint. Ha! Jij hebt wel een fucking makkelijke stage. Ja, oh shit. Die druk. Godverdomme, dat was echt schandalig. 18? Ja. Oh nee, ik voel wel met Wow. Oh, klein oh. No. Fuck, ja! GG. Easy. Oké, daar heb je het. Ricardo is onze winnaar van de pilot aflevering van Challenge Accepted. Wij weten ook wat, niet wat de fuck die nou precies heeft gewonnen, maar hij is in ieder geval... Kudos, GG, hij heeft gewonnen, fuck yeah! En jongens, als je nou een leuke video vond, laat het even weten en willen we dit format voortzetten? Ik neem aan van wel. Als je dat wil, drop ook een nieuwe challenge voor ons die wij hier met z'n allen kunnen doen. Geef iets geks, Crossy Road was al best wel een goede aftrapper, dacht ik. Anyway, laat het weten en tot snel op gamersnet.nl. We hebben allerlei leuke dingen. Doe dat, doei. En reageren.